Goedemorgen. Het is 4 uur in de ochtend, ja, tweede kerstdag. En we zijn bij de lieve schatten van Piesvlog. Midden in de nacht nog. Omdat we zo meteen op ons gemakje richting Hilversum gaan afzakken. Voor de top 2000 café. Op zich heel gezellig. Veel te vroeg. Misschien eens even kijken of ik het aan mijn keel kan doen. Of ik een beetje op kan frissen. Waar ik koffie kan nemen. En gaan kijken of we er een leuke ochtend voor van kunnen maken. Dus. Ik ben voorlopig nog niet echt wakker. Maar we gaan proberen er het beste van te maken. Veel te vroeg. En vanuit een zeer donkere achterbank. Het is nu vijf uur is het nu, hè? Zeker. 4 over 5. Een uurtje verder gedoucht. Een banaantje net achter de kiezen. Onderweg naar Hilversum. Nog steeds veel te vroeg. Maar Arjan die heeft net 3 blikken Red Bull achter de kiezen. Wat? Suus die slaapt nog half. En Daan is aan het rijden, dus we gaan het. Het is een uurtje rijden, wat geeft hij aan? Ja, iets minder. Iets minder dan een uur reis. We zijn er even voor 6. Half. Nou goed. 10 over half. 10 over half. 10 over half 6 zijn we daar. Is nog steeds veel te vroeg. Maar we hebben gisteravond en vanmorgen al even zitten kijken. Het zag er wel heel gezellig uit. Het is schoongemaakt. Ramen zijn gezeemd, hebben we ook al gezien. Dus tot strakjes als het wel licht is. Dan gaan we kijken of we wakker kunnen blijven. Nou, we zijn er. 6:10. We hebben heel Hilversum gezien, dat dan weer wel, midden in de nacht. Dat is leuk, dat is gezellig. Ik vond het een mooie, leuke, gezellige route was het wel. Dat, absoluut. We hebben zoveel leuke huisjes gezien. Dus weten we waarvoor we sparen. Dus. Maar het is nog steeds vroeg. En koud. En vroeg. Dus we gaan zo lekker naar binnen en aan de koffie, denk ik. Is. Maar of we nou de eerste zijn, of dan we ook gewoon heel de wachtrij door moeten. Maar er is echt gewoon helemaal niemand nog. Wie's idee was dit? Nou, we zijn inmiddels binnen. Gezellig. Goedemorgen. Goedemorgen. 2 uur afzien. Dat is wel gezellig. We beginnen met Tina. Het top 2000 café. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Zo. Lekker bakkie om mee te beginnen. Mag ik terug naar bed? Personeelsmanager. Vraag de demo aan op personality.nl/job. Personality met dubbel O, job met een P. Weet u wat u gaat betalen voor uw zorgverzekering? Wat als u voor onze zorgverzekering minder premie zou betalen? Zou u dan ook... Follows the
Dansen met de Deefjes. Gadverdamme. Om even netjes uit te drukken. Dus, en schaal achter Black Dog. En dat is een hele populaire. Weer laatste nummer. We hebben namelijk dochters van luisteraars. Veel meisjes tussen de 5 en 10 hebben hierop gestemd. 1695. Is voor Katy Perry. Roar. En Roar. Ook van de tijger en zo dingen. Laatste nummer, moeten we zo weer naar huis. Was wel gezellig. Gelukkig wel. Kunnen we naar bed? En dat je dan zeg maar 's morgens opstaat, vroeg, dat je dan een uur aan het rijden bent, 2 uur ergens wat leuks aan het doen bent, en dan buiten komen en nog steeds donker. Dan is het echt te vroeg. Dan is het echt veel te vroeg. Toch? Zeg dat je zou maar zeggen dat je wat vroeg opstaat, een uur aan het rijden bent, 2 uur wat leuks doet, en dan buiten komt en dan nog donker. Dan is het echt, dan is het echt te vroeg. Sorry, dan is het echt te vroeg. Dus, maar het was leuk, het was gezellig. Maak niet vaak mee dat ik uit de kroeg kom, dat ik gewoon nog rustig ben. Ja, ja, precies, dat. En dat weet je ook, zou maar zeggen, de tijd klopt wel ongeveer. Normaal gesproken. Nou, je praat een beetje anders. Ja, een beetje dubbel, een beetje TIA niveau, zeg maar. Ja. Dus, maar het zit er weer op. We gaan weer kijken of we de doorgaande weg Hilversum uit kunnen krijgen. Want dat is ons weer het hele dorp laten zien. Maar het was gezellig. En gewoon raar dat je buiten komt dat het gewoon nog donker is. Dat snappen mijn essentjes even niet. En mijn maag ook niet. En mijn darmen ook niet.